En dan begin je zo goed, hè, vandaag? Nou ja, goed, ik denk dat we over de hele wedstrijd wel... Natuurlijk heb je fases dat je onder druk komt bij Ajax en dat er zelf een beetje de kracht wegvloeit. Maar goed, je komt met 1-0 voor en daarna heb je nog wat mogelijkheden. En zelfs de tweede helft heb je wat kansen. Maar dan gaat het om, hè. Hetzelfde, ik heb volgens mij een aantal weken geleden ook zo tegen PSV uit zo gestaan. En nu heb ik dat gevoel weer. Ja? Dus wel echt een zuur gevoel? Sorry? Dus wel echt een beetje een rot gevoel? Ik heb er wel een rot gevoel over, ja. Ook omdat er meer in had gezeten? Ja, en ook als je ziet hoe twee dubieuze penalties tegen je krijgt, het frustreert wel, ja. Die hands penalties bedoel je? Sorry? Bedoel je die hands, of die eerste penalty? Ja, de eerste. Dat wordt volgens mij ook vastgehouden door Traoré in het begin. En die bal van met Anga tegen zijn arm op een meter, ja, wat moet hij doen? Weet je, hij kan die armen niet afhakken. Nou goed, dan krijg je een moment met Neres, achterlijn. Nou goed, hij trapt na. Nou hoor ik, de regel is, als het een tikkie is, dan is het niks. Nou goed, maar op zijn minst geeft dan geel. Wij krijgen dan weer een gele kaart. En dan komt de irritatie in de ploeg ook bij ons. Ik vind het terecht. De jongens hebben keihard gevochten en keihard gewerkt. En dan krijg je twee discutabele beslissingen in een wedstrijd. En goed, nogmaals, Lazarus is duidelijk Hens. Ik bedoel, die maakt een sliding, daar hoor je hem ook niet over. Maar het frustreert wel, ja. Ja, dus dat merkte jij ook aan de jongens op het veld? Ja, op een gegeven moment wel. Maar het is wel op zich een opsteker dat jij een linksback hebt die kan scoren? Ja, ik zei net, je hebt nog nooit twee keer gescoord, laat staan één keer. Dus, nee, ja, normaal, ik vind dat wij, dat was ook de afspraak, je gaat hierheen met lef. Natuurlijk spelen we verdedigend voor iedereen, maar ik vind dat we vooral de dingen gedaan hebben die we met elkaar hebben afgesproken, waar we ze pijn konden doen. Dat hebben we de eerste helft een paar keer één keer gedaan en eigenlijk nog twee keer meer moeten doen. Tweede helft, ja, dan ga je er ook in. We staan 2-1 achter, we willen eigenlijk daarna 4-3-3. En dan krijg je een doelpunt tegen en is het 3-1. Nou, toch besloten om het maar te doen. Ja, uiteindelijk staat er 5-2 en dat zijn nogmaals harde cijfers. Maar die jongens hebben het echt gedaan wat wij gevraagd hebben. En dat is ook gebleken dat we ze daar pijn konden doen. Alleen, ja, we hebben ze heel even geraakt, maar niet echt pijn gedaan, vind ik. Dankjewel, succes. Dankjewel.